vlog. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dit ga benoemen. Maar het is een soort vlog. Maar in deze vlog ga ik jullie ook laten zien wat nou mijn echte school morning routine is. Ik heb namelijk altijd morning routines opgenomen die niet in schooldagen vallen. Op eentje na. Maar dat is weer een hele tijd geleden. Dus ik dacht vandaag, ik ben toch lekker laat. Dan kan ik beginnen. Dus waarvoor geen school morning routine? Alle vlogbeelden die ik de afgelopen week heb gemaakt zijn allemaal spontaan verdwenen. Ik weet niet waar ze zijn gebleven. Ik weet niet wat er mee is gebeurd. Maar ik kan ze gewoon niet meer vinden. Ik ben ze kwijt. Heel vervelend. Dus vandaar dat dit een beetje een soort info is midden in de week. Maar welkom bij mijn morning routine. Ik ga me lekker klaarmaken en ik ga jullie lekker meenemen wat ik allemaal heb. Allereerst, als ik het in mijn kamer heb, drink ik altijd wat. Vaak is het water of kristal clear wat ik aan mijn bed heb staan. Het is natuurlijk lekker koud, maar ik sta wat later met pas gebakken, dus dat is wel heel erg goed. En wat ik nu ga doen, is ik ga nu naar de badkamer om even lekker te wassen en al deze make-up resten om mijn ogen vandaan te halen. Maar jullie kunnen het aan u mee, dus ik zie jullie als ik weer terug ben. Als ik helemaal lekker fris ga wassen ben, dan ga ik deze badjes natuurlijk uitdoen. En dan ga ik lekker aankleden. Maar ook dat hoeven jullie echt niet te zien. Ik zie jullie zo. Goed, en ik ben lekker aangekleed. Ik ga jullie zo de outfit laten zien. Maar wat ik na het aankleden altijd doe, is dan ga ik gelijk mijn make-up doen. Want vaak als ik daarmee wacht, dan vergeet ik het altijd of ik vergeet de helft. Of ik doe het altijd gelijk. En soms doe ik het ook wel eens in de badkamer. Maar ik dacht vandaag ga ik het gewoon lekker in mijn kamer doen. Ik heb geen natuurlijk licht, omdat het buiten nog best wel schemerig is. Ik heb wel een lampje aan staan, dus hopelijk kun je het daar nog een beetje beter zien. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen met de make-up. Ook een aantal YouTube video's gekeken, maar wat ik nou eigenlijk aan make-up op, want ik heb natuurlijk wel in een snelle timelapse gezet, maar ik heb eerst mijn concealer gedaan, die heb ik onder mijn ogen gedaan, hier tussen, op mijn kin, op wat plekjes die ik hier had, en dat was het, dus die heb ik vervolgens uitgevreven met een beauty blender. Vervolgens heb ik mijn wenkbrauwen getekend en eyebrow gel opgedaan, zodat het een beetje blijft zitten. Vervolgens ben ik mijn ogen gaan doen, ik heb een hele donkergouden kleur gebruikt en daaroverheen een licht crème gekleurde over gedaan, zodat het niet heel erg donker was. Vervolgens ook nog een klein beetje onder mijn ogen. Vervolgens ben ik dus mijn wenkbrauwen gaan doen. Vervolgens heb ik daarna contour gedaan, hier zo. Ik doe het alleen hier contour, omdat ik het hier totaal niet goed uit kan smeren en alleen hier wel. Dus ik heb hier contour gedaan, vervolgens wat blush op gedaan en vervolgens wat highlighter hier en hier en hier en op mijn neus. En dan hierbovenin nog wat highlights, zodat het een beetje glimde.
dat is eigenlijk mijn hele make-up look. Zometeen doe ik nog wel een kleurtje lippen op. Waarschijnlijk moet dat een lichtroze kleur. Dus een matte long lasting lipstick van Essence. En dat is eigenlijk de make-up die ik naar school draag. Vroeger droeg ik veel minder. Maar ik vind het tegenwoordig wel weer leuk om weer een beetje iets meer op te maken. Dus vandaar dat ik het iets meer doe als dat ik normaal doe. Ik vind het wel gewoon heel erg leuk. Nu ga ik even mijn wit opmaken. Wat ik trouwens ook nog niet heb verteld. En dat vind ik misschien wel een leuk ideetje dat dit natuurlijk een nieuwe vlog is. Aangezien ik alle beelden van vorige week kwijt ben, weten jullie het eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb een ander bed. Het bed in de logeerkamer staat dus hierheen gegaan. En dat is puur om mijn reden. Mijn bed stond letterlijk in figuurlijk op instorten. Tijdens het verplaatsen van mijn bed naar die kant van de kamer. En het nieuwe bed deze kant op. Is de halve bed al uit elkaar gevallen. En ja, onder mijn bed zat natuurlijk ook nog deze la. Die zal ik jullie even gewoon laten zien. Tada! Deze la. En deze la die past dus niet meer onder dit bed. Dus hij staat voorlopig even midden in mijn kamer. Hopelijk komt hij snel een oplossing voor, want ik ben er niet heel erg weg van. Maar het moet even zo. Maar ik heb in ieder geval de boxspring, deze oude boxsprings van mijn opa en oma. Overgroot opa en oma geweest. De ene helft is naar een vriendin van mijn moeder en de andere helft is bij mij. Dus ik ga nu eventjes het bed opmaken. Het nadeel van het bed is wel dat hij 10 centimeter kleiner is in plaats van groter. Ik wilde natuurlijk wel een groter bed. Dit is helaas niet groter. Ik dacht dat hij groter was. Maar toen ik hem vervolgens echt ging opmeten en hij stond echt, dacht ik, hij is 10 centimeter kleiner. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, op zich kan ik me aardig in redden. Het is niet zo dat ik gelijk naast mijn bed val. Maar je merkt het wel, dat wel. Eerlijk is eerlijk, 10 centimeter is dan toch heel veel. Ik dacht eigenlijk dat het wel meeviel, maar het is best wel wat. Dus ik ga nu in ieder geval even mijn bed opmaken. Is zo gebeurd, want het is het bed lekker getrekken. Kussens eroverheen, spreid erop en klaar. Clips van deze dag.
dat waren dus de clips. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was heel erg eng en heel erg lastig om dit te doen. Maar het was wel heel erg vet. Ik had bijvoorbeeld zwaarte aan mijn benen. Ik had handschoenen aan waardoor je vingertoppen gevoelig worden. Ik had een bril op zoals je kon zien, waardoor ik dus amper iets kon zien. Ik had een koptelefoon op zodat ik niks hoorde. Ik had een heel harnas aan waardoor alles zwaarder werd. Bewegen werd zwaarder, moeilijker. Het was gewoon heel erg gek om dat mee te maken en dat te voelen. Maar goed, in ieder geval, het was een hele leuke dag vandaag. Doe dit blauw duimpje omhoog als je het ook leuk vond deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!